Ja mensen, ik ben even weer op een bijzondere positie, een bijzondere plek. Voor de aankondiging, extra aankondiging voor de protest. Wat hopelijk de hele week door het hele land zal gonzen. Ik ben nog met meerdere acties bezig. We zijn hier bij de balie om jullie uit te nodigen om je terechte verontwaardiging te tonen aan de balie. Een open gesprek zal hier plaatsvinden woensdag. En dan gaan ze binnen gewoon eigenlijk een beetje het verdedigen, de lentekriebels, een beetje bagatelliseren, het kritiek. En daarom ga ik ook de enquête ga ik ook meenemen, de petitie, wat Nederland er eigenlijk van vindt. En waarom worden geen mensen uitgenodigd die er fel op tegen zijn om deze lesstof aan kinderen te geven. Dat is beangstigend, dat is dictatoriaal. Waarom worden in een debatcentrum alleen maar ja-knikkers en mensen uitgenodigd die genuanceerd naar dit probleem kijken? De Lentekriebelsweek, de Rutger Stichting. Dus dan moeten wij hier staan en zoveel mogelijk geluid maken. We proberen hier om 6 uur te zijn, om 7:30 zal het event beginnen. En ja, ben je in de gelegenheid om te komen? Ik zal sowieso mijn actiegroep Amsterdam proberen hier op te trommelen. En ja, we kunnen gewoon lezen wat willen ze bevorderen, de Rutger Stichting. Kijk, de Lentekriebelsweek en de boekjes en zo, daar wordt veel over gediscussieerd. In hoeverre alle kinderen van de scholen echt die boekjes allemaal gaan lezen. Maar er zijn nog genoeg boekjes, materialen, uitspraken, gedachtegangen naar voren gekomen, ook van de vorige keer. Dat zelfs een video snel offline werd gehaald, waarin kinderen op rare manieren met hun ouders moesten gaan praten over allerlei handelingen die hun een bepaalde opwinding zouden geven. Ik heb gehoord en ik heb gelezen dat de Rutger Stichting zelfs een baby een seksueel wezen vindt. En dat kinderen een seksuele wezen zijn. Nou, dat vind ik al heel, heel bizar, want ik geloof dat dat pas ontwikkeld kan worden bij de puberteit. En dan nog moet je er heel voorzichtig mee omgaan. Dus de balie, mooie driehoek. Albrecht, multimiljonair. En ja, er zijn wel veel debatten hier geweest, ook wel over interessante thema's. Maar ik denk dat de echte kritische mensen buiten staan en buitengesloten worden en gecensureerd worden. Dus ik wil hierbij jullie oproepen om je stem hier te laten horen en door het hele land. Nee tegen deze indoctrinatie en propaganda, nee tegen deze zware belastende informatie voor kinderen. Ja, het normaliseert seks in een kinderleven. Het is heel schadelijk om dit te bespreken, ook met mensen op school. Weet je, wat hebben hier docenten weer mee te maken? Waarom wordt dit zo weggehaald eigenlijk gewoon bij het normale opvoeding? Wat een ouder het kind moet bijdragen om uit te leggen wat seksualiteit is. Hoe je pedofilie moet tegengaan, misbruik. Dat zijn hele gezonde gesprekken in Nederland tegenwoordig. Omdat wij zoveel informatie hebben over pedofilie in Nederland. Een groot probleem, groot taboe. Dus daar moet je zeker de ouders met hun kinderen van jongs af aan oplettend zijn. En over praten en signalen opvangen. Ook wat wordt er allemaal besproken in de speeltuin, op school juist. De school is juist een gevaarlijke plek. En dan gaan ze dit soort dingen ook nog promoten en bevorderen. Nou, hoe ik over scholen denk, dat is echt al jarenlang aan het kelderen, heel negatief. En dan dit soort dingen, ja, dan word je helemaal nerveus. Ik heb ook tegen ouders gezegd, ik zou mijn kind thuis laten als je weet dat dit soort thema's op school plotseling ineens besproken gaan worden. En de hele week door. Het is echt aan het groeien, deze beweging. De Rutger Stichting, het is een hele zware, duistere ideologie die hun aanhangen. En we zullen ons hier laten zien en horen in het hele land hopelijk. En ook bij de balie. Er komt hier een medewerker van de Tweede Kamer. Er komt hier iemand van school. Er komt iemand die christelijke perspectief wil geven. Er komt iemand van de Rutger Stichting zelf. Programmamakers wordt ze genoemd. Dus er komen hier interessante mensen. Er komt hier publiek. Dus ik wil bij de ingang of hier met megafoon, met banners, met een bepaalde gedachtegang tegengas bieden tegen deze beweging die absoluut verboden moet worden. Rutger Stichting. Absoluut pervers, absoluut schadelijk. We zijn er en we blijven er. Stop de Lentekriebelsweek, stop de Rutger Stichting en bescherm de kinderen.